in het zuiden van Nederland. Van onder de lijn die Tilburg en Eindhoven verbindt tot in de noordoostelijke hoek van België ligt een gebied dat men de Kempen noemt. De naam komt van de oude benaming Campina, dat open, grote vlakte betekent. Het is een gebied met veel zandgronden, heide, vennen en bos. Een van de dorpen in de Kempen is Bladel. Op het marktplein van Bladel is een klein, maar buitengewoon kunstwerkje verstopt. Het is een beeldje van een lelijke heks. Mensen leggen magische voorwerpen en stenen bij het beeld en strooien er zout. Maar wie was deze onaanzienlijke vrouw? Haar bijnaam was Zwarte Kaat. 4 eeuwen geleden domineerde zij de Kempen. Ze had dunne lippen, een haviksneus, een grote kin, lang zwart haar en een kleine bochel. Haar man was groot en hij had lang rood haar. Kaat stond aan het hoofd van een criminele bende die het hele gebied terroriseerde. Vlakbij Bladel staat ook een bijzondere boom. Een monumentale beuk. Deze feerieke eyecatcher is ongeveer 130 jaar oud. 20 meter hoog en de stam heeft een omtrek van wel 3,5 meter. In 2019 kreeg de boom het predicaat Boom van het Jaar. De sprookjesachtige beuk noemt men ook wel de heksenboom, omdat hij de plek markeert waar Zwarte Kaat werd begraven. Zwarte Kaat leefde in de tweede helft van de 16e eeuw. Haar bende bestond uit haar geliefde, een groep zware jongens en een paar lelijke dwergen van amper een meter hoog. Ze beroofden en doodden veel mensen. Ze hadden het vooral gemunt op reizigers zoals pelgrims. En ze plunderden afgelegen huizen. Ze stalen zelfs kerkschatten uit kapellen en kerken. In de Nacht van de Drie Koningen, op 6 januari 1596, werd in een boerderij een jongetje geboren met de helm op. De vruchtvliezen zaten bij dit kind nog om het hoofdje. In die tijd werden kinderen met de helm op beschouwd als zondagskind. Als gelukskinderen met paranormale krachten. De bende hoorde van dit gelukskind. Zwarte Kaat besloot dit kind te roven. Om de komende 7 jaar verzekerd te zijn van geluk moest het kind worden gedoopt. Daarom trok Kaat met haar bende naar de abdij van Postel, waar ze het jongetje lieten dopen. Kaat gaf zich uit als de moeder en ze noemde het kind Thomas. De monnik die het kind doopte had twijfels. Hij vroeg zich af of Kaat en haar man wel de waarheid spraken. Daarom had hij een plan. Het kind droeg een gouden hangertje om zijn halsje, waarop de Heilige Maagd met het kindje Jezus was afgebeeld. Hij eiste voor zijn diensten een klein stukje van het goud. Dat kreeg hij. Toen de bende met Thomas weer waren vertrokken, verborg de monnik het stukje goud in het Mariabeeld dat nog steeds de abdijkerk siert. Vanaf dat moment rustte het hoofd van de gekruisigde Jezus bij de entree van de abdij op zijn linkerschouder. Normaliter wordt de gestorven Christusfiguur afgebeeld met het hoofd rustend op de rechterschouder. In de richting van de crimineel die tijdens de kruisiging aan Jezus zijn zonde opbiechtte.
en daarom na zijn sterven werd opgenomen in de hemel. Een kruisbeeld van Jezus met het hoofd op de linkerschouder wordt ook wel een verkeerde lieve Heer genoemd. De volgende 7 jaar verliepen voor de biologische ouders van Thomas rampzalig. Ondanks offers aan beschermheiligen zoals Brigida en Antonius Abt, stierf hun vee. Het meest tragische was dat de boer overleed aan een vreselijke ziekte. Zelfs de heilige Rogges kon geen soelaas meer bieden. Zwarte Kaat verloor de kleur van haar ravenzwarte haar. Ze veranderde allengs in een demonische schim. Maar haar bende floreerde als nooit tevoren. Ze werden nooit gepakt of verraden tijdens hun plundertochten. Ze werden rijk en machtig. Thomas wist niet beter en dacht dat Kaat en haar man zijn natuurlijke ouders waren. Hij schaamde zich voor hen. Na 7 jaar besloot de bende de abdij van Postel te beroven van haar gouden kerkschatten. Maar de geluksperiode van 7 jaar was voorbij en het lot keerde zich tegen hen. Ze werden gearresteerd. Na een kort proces werden ze allen in het openbaar geëxecuteerd. Het waren toptijden voor de beul. Iedereen was opgelucht. De executie van Kaat was druk bezocht. Er waren meerdere slagen nodig om haar hoofd van de romp te scheiden. Omdat de bende een christelijke begrafenis werd geweigerd, werden de bendeleden met stenen verzwaard in de vennen geworpen. Kaat werd ergens in het bos begraven. Op haar graf plantte men struiken om de plek te maskeren. De monnik die Thomas gedoopt had, herkende de jongen aan de medaille die hij nog steeds om zijn hals droeg. Als bewijs gaf de monnik aan Thomas het stukje goud dat hij al die tijd bewaard had in het Mariabeeld. De jongen werd herenigd met zijn familie, die nog steeds in de boerderij woonde. Thomas kreeg van de autoriteiten een groot deel van de rijkdommen van Zwarte Kaat om samen met zijn familie een nieuwe start te kunnen maken. Sinds de begrafenis van Zwarte Kaat spookt het in de bossen bij Bladel. Op mistige en schemerige dagen voelen wandelaars af en toe een koude, vochtige tocht rond hun hals glijden, terwijl er dan uit de verte een bozaardige lach weer klinkt. En zwemmen in de vennen? Oh nee! In de loop der jaren groeide er een sprookjesachtige beuk op het graf van Kaat, die in de volksmond de heksenboom wordt genoemd. De boom is moeilijk te vinden. Om er te komen volg je eerst een wandelpad dat geflankeerd wordt door houten beeldhouwwerken. Ze verbeelden de lelijke dwergen van de bende. De heksenboom koestert een geheim. Zwarte Kaat lijkt te zijn gevangen in de stam van de enorme boom. Als je goed kijkt, herken je een deel van een vrouwenlichaam in het hout. De onthoofde Kaat? Wie weet?